Onze deelnemers weten alles van kleine treintjes, maar weten ze ook alles van grote treinen. Dat testen we in de grote treinenquiz. De eerste spoorwegmaatschappij van Nederland heette de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. Is dat juist of onjuist? Ik moet zeggen dat ik er nog nooit van gehoord heb. Het leek er wel iets op. Utrecht Centraal heeft 20 perronsporen. Ja of nee? Echt wel ja. Het is een heel groot station, dat weet ik wel, maar of het 20 zijn? Nee. Ik zeg nee, ik heb wel eens op 21 gestaan. Daar heb ik twijfel op. De Trans-Siberische spoorlijn is de langste spoorlijn ter wereld, juist of onjuist? In 2021 maakten meer dan 1,2 miljoen reizigers per dag gebruik van de trein. Juist of onjuist? 1,2 miljoen per dag? In 2021? Meer dan? Corona. Corona! Dit bord betekent einde perron. Is dat juist of onjuist? Einde bovenleiding. De laatste aangelegde spoorlijn van Nederland is Lelystad-Zwolle. Juist of onjuist? Ja, ik heb een puntje.